Ja, voorzitter. Waarom heeft mevrouw Van der Plas 15 miljard voor de verduurzaming van de landbouw weggegeven in onderhandelingen? Ja, deze vraag die komt zo ongeveer elk debat voorbij. In elk debat leg ik het weer uit. We hebben niet zomaar 15 miljard even in de prullenbak gegooid en gedacht van nou, weet je, dat hebben we allemaal niet nodig en daar doen we niks mee. Maar wat je ziet in het transitiefonds, voorzitter, zag je dat er ongeveer 14 miljard werd besteed aan alleen aan uitkoop. Alleen uitkoop, 14 miljard. En wij wilden niet alleen maar uitkoop hebben. Wij willen ook zorgen dat mensen die blijven, dus de boeren die blijven, dat daarin geïnvesteerd kan worden. En dat daar geld voor beschikbaar is. En dat geld is er gewoon. Er is gewoon er is al geld uitgegeven uit het transitiefonds. Dat is al besteed. Er is gewoon een aantal miljarden zijn beschikbaar voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderij, de LBV en de LBV Plus. En er komt nog een brede uitkoopregeling. Dus dat geld is er ook gewoon. Er is geld voor innovaties. En er is structureel 500 miljoen voor agrarisch natuurbeheer. En dan praten we als we over 4 jaar kijken, en dan praten wij ook over 2 miljard aan natuurbeheer. Dus het beeld wat hier steeds wordt neergezet, dat geld is door de pleeg gespoeld, om het even plat te zeggen, dat is gewoon volstrekt niet waar. Er is geld, er zijn echt miljarden zijn er nog te besteden. We zagen ook in het transitiefonds, zagen wij ook dat er ongeveer, wat was het, 1,3 miljard of 1,5 miljard... naar de uitvoeringsapparaatskosten ging. Dus er zat heel veel geld in dat transitiefonds, wat niet direct op het boerenerf terechtkomt. En wij hebben ervoor gekozen om geld uit te trekken voor geld wat op het boerenerf terechtkomt. Waar de boeren ook echt wat mee kunnen. Waarvan we ook zeker weten dat dat besteed wordt aan goede dingen, waardoor je allerlei doelen kunt halen. En niet dat het, zoals wij destijds in de stemverklaring hebben aangegeven, dat het een duizend dingen doekje is, waar we eigenlijk helemaal niet weten of het wel doelmatig wordt besteed. Dus nogmaals het antwoord wat ik al een aantal keren heb gegeven. En dat is het. Ja, voorzitter, ik had het antwoord in deze commissie nog niet gehoord. Dus dank daarvoor. Het klopt niet, want 14 miljard was helemaal niet bestemd voor uitkoop van boeren. Het was een fonds wat gericht was op klimaat, op waterkwaliteit, op natuur, om de boeren verder te helpen. Dat gaat nu met generieke maatregelen gebeuren, want we hebben net gehoord van VVD en NSC. De doelen moeten gehaald worden en er moet dus een andere manier gevonden worden om die doelen te behalen. Wat vindt mevrouw Van der Plas van die generieke maatregelen die zullen volgen? En heeft ze daar ook ideeën bij, wat dat voor maatregelen zijn? Nou ja, kijk, ik wacht ook af waar de minister straks mee komt. Er zijn genoeg projecten. Ik heb hier nog een heel aantal papieren van allerlei tientallen miljoenen die in de afgelopen jaren ook zijn uitgegeven. Ik zeg niet dat dat slechte uitgaven zijn, maar dat is met allemaal agrarische natuurbeheerverenigingen, boeren die samenwerken met agrarische natuurverenigingen. We kunnen op het gebied van innovaties, waar ook overigens flink wat geld voor gereserveerd is om innovaties te stimuleren. Daar kunnen we heel wat mee doen. En dat hebben wij eigenlijk, dat is helemaal niet nieuw, want dat hebben we eigenlijk al jaren zeggen we dat. Dat we acties moeten nemen die ook echt, waarvan we weten van, hey, dit gaat helpen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar grutto-beheer, waar mevrouw Bromet haar ziel en zaligheid in legt. En dat is ook heel mooi om te zien dat ze daar zo mee begaan is. Dat weet mevrouw Bromet ook. Er zijn ook heel veel groepen boeren die samenwerken met agrarische natuurverenigingen om de grutto's weer op peil te krijgen. Dat gaat natuurlijk wel samen met het beheer, het predatiebeheer. Dus ja, af en toe zal er wel gekeken moeten worden of er niet veel marters en ooievaars en kraaien en meeuwen en weet ik veel wat zijn die eieren uit die nesten vreten. Want als die eieren uit het nest vreten, dan komt geen kuiken, voorzitter. Dat weet u ook. Voorzitter, ik hoor allemaal plannen die geld kosten, maar ik was juist op zoek naar wat mevrouw Van der Plas vindt van het alternatief voor geld uitgeven. Want er is 15 miljard weggegeven.
En als een van de suggesties net in het debat werd gegeven, normeren en beprijzen. Wat vindt mevrouw van der Plas van normeren en beprijzen in de landbouw? Nou, daar gaan we gewoon naar kijken. Elk voorstel wat daarvoor komt, elk concreet voorstel wat daarvoor komt, gaan wij gewoon serieus bekijken. En dat hebben we altijd gezegd en dat zullen we altijd blijven doen. Ik ben ook nooit te beroerd om samen te werken met andere partijen dan buiten onze eigen comfortzone. Vorige week heb ik nog met uw collega, met de collega van mevrouw Bomet, mevrouw Westerveld, hele mooie moties ingediend voor het praktijkonderwijs. Deze week heb ik een mooie motie ingediend met de heer Velbrief over vergaderen in de regio's. Dus dat bewijst dat ik daar gewoon altijd heel open in sta. De heer Van Kampen. Ja, voorzitter, ik zou mevrouw Van der Plas willen vragen of zij, we gebruiken hier in deze commissie een hoop jargon. Dus ik